Welkom bij een nieuwe drill van Will. Leuk dat jullie weer kijken. En vandaag gaan we het hebben over snelheid. En we willen meer lengte maken. En hoe doe ik dat nou precies? Daar ga ik je bij helpen. Er is een nieuwe vraag binnengekomen van Julian. Zijn vraag: hoe maak ik meer afstand? Lengte natuurlijk super belangrijk. Eerste slag van elke hole. Hoe kunnen we dat optimaliseren? Dat ga ik jullie uitleggen en dan geef ik jullie een drill bij, zodat jullie zelf kunnen oefenen. Wat is nou belangrijk met afstand maken? Je hebt hem natuurlijk heel vaak nodig, de driver. Iedereen zoekt naar het optimaliseren van die afstand en natuurlijk ook daar de controle bij te behouden. Voor mij heel moeilijk te bepalen natuurlijk hoe Julian beweegt en hoe die swingt. En dat geldt voor iedereen anders natuurlijk. Wat belangrijk is om de driver ook vaak te gebruiken op de driving range, waardoor je wendt aan de lengte van de club, de timing. En ga spelen met tempo, zowel langzamer als sneller. Als je meer snelheid wil krijgen, moet je lichaam daaraan wennen. En zal je ook tempo moeten gaan vinden voor een snellere swing. Dus ik ga nu eerst even laten zien, als ik een langzame swing doe, dan voel ik heel goed de techniek. Heb ik het niet zozeer over de snelheid en de afstand. Maar als je dat langzaam opbouwt naar sneller, gaat jouw lichaam daar steeds meer aan wennen. En zal het in de baan ook makkelijker gaan om vervolgens een stapje erbij te doen. Nu een iets normalere. En dan ga ik nu eentje swingen die sneller is dan dat ik eigenlijk gewend ben. Maar omdat ik meer snelheid wil creëren, zal ik dat toch ook meer moeten gaan oefenen. Setup goed. Balpositie mooi links. Ik wil hem opwaarts raken. Nou, superbal. Uiteindelijk wil je natuurlijk ook die controle behouden. Dus om dat in balans te brengen, zowel snelheid als controle, ja, zou je dat vaker op de driving range kunnen gaan doen. Oefenen in tempo verschil en vervolgens meer tempo creëren buiten je comfortzone. Sneller dan dat je gewend bent. En vervolgens zal je daar aan gaan wennen en zal de bal uiteindelijk verder vliegen. Vergeet niet naar de GolfNL app te gaan, je rondes in te voeren, want je doet automatisch mee met de Big Green Egg Birdie Ranking. Daarmee maak je kans op de gekke prijzen en de hoofdprijs en clinic met mij. Dus doe mee en misschien zie ik je einde van het jaar.